BredaNu. Je weet het meteen. Op het Sportgala 2018 verzamelden de topsporters van Breda zich. Er waren prijzen voor verschillende categorieën en Cor Nachtzaam kreeg een onderscheiding van de gemeente Breda voor zijn inzet. Ja, het voelt altijd goed om te winnen. Maakt niet uit hoe groot of hoe klein de prijs ook is. Het is een hele belangrijke prijs. Ik denk dat lokaal tennis heel belangrijk is en echt belangrijker kan worden. We hebben natuurlijk Breda Future. We hebben Davis Cup die vorig jaar bijna in Breda was. Helaas niet gegaan. En dat ik natuurlijk de kar draag in tennis is mooi. En ik hoop dat er veel opvolgers komen hiermee. Ja, ik ben hartstikke blij. Als ik heel eerlijk ben, had ik het echt niet verwacht. Ik denk dat individuele sporten sowieso altijd moeilijk zijn. Maar ik denk dat teamsporten nog net iets zwaarder zijn om dan nog op te vallen. En ik denk dat dat ook een beetje heeft meegeteld. Ja, het voelt echt tof om toch wel een prijs te winnen. En ja, ik had het niet verwacht, maar aan de andere kant ook weer wel. Want ik heb wel geprobeerd zoveel mogelijk mensen en kennis, familie te laten stemmen. En dat is uiteindelijk wel gelukt. Dus ja, en het was al een hele eer om hier te mogen staan. Dus ja, goed gevoel. Nou goed, ik heb alleen maar toernooien gehad de eerste anderhalf maand. Nu komt Dubai eraan, Indian Wells, Miami. Dan nog een hele gevrachte toernooi. Het houdt niet op, het gaat door en ik blijf het nog heel leuk vinden. En zolang de resultaten goed gaan en het lichaam nog houdt, denk ik dat ik nog heel lang blijf tennissen. Op dit moment is onze grootste uitdaging natuurlijk in de Eredivisie blijven. Daar zullen wij alles op alles voor zetten en dat gaat ons zeker weten lukken. Ja, dat ik nog een keer genomineerd mag worden en dat ik dan wel win. En sowieso focus op mijn voetbalcarrière en het hoogst haalbare wat erin zit eruit halen. BredaNu. Je weet het meteen.